Volop bedrijvigheid de komende dagen in de sleepboothaven van Maassluis. Tot halverwege deze maand laat de gemeente de buitenhaven uitbaggeren. Als de baggerboot niet in de buitenhaven bezig is, dan is hij zijn lading aan het lossen verderop aan de Nieuwe Waterweg. Het uitbaggeren van de buitenhaven gebeurt door sleephopperzuiger Pieter Hubert uit Zwolle. Maar waarom is dit nodig? Ja, we hebben een diepte bedacht waar we de haven, de buitenhaven, maar ook de binnenhaven op willen hebben. Dat is 5,80 meter. Op dit moment hebben we metingen aangetoond dat we rond de 4 meter zitten. Dus ja, dan wordt het tijd om te gaan baggeren, om het weer op diepte te krijgen. We kunnen het eruit laten knijpen, dus met een kraan naar buiten laten halen, boven laten halen en dan afvoeren. De andere optie is met een zuiger, dus een boot om het op te zuigen. Die neemt het dan in zich mee en die stort het ergens tijdelijk of definitief op een locatie waar het havenbedrijf Rotterdam de ruimte heeft. En op dit moment wordt door de egalisator wordt nu vanaf de kanten de bagger weer de vaargeul ingetrokken, waar die dan uitgezogen wordt. Deze week zijn de vaargeul en de govert van Wijnkade aan de beurt. Volgende week volgt de burgemeester de Jonkade. Sinterklaas zal er volgende week geen last van hebben als hij met zijn stoomboot afmeert, want dan is het werk klaar. Later dit jaar is de binnenhaven van Maassluis aan de beurt.